krijgen. Ik ben Tanja Klip. Ik ben Kamerlid geworden omdat ik naast mijn bestuurlijke rol als dijkgraaf in de regio ook heel graag landelijk wil bijdragen aan goede democratische besluiten over onze wetten en regelgeving. Mijn naam is Hans Martindom. Ik zit in de Eerste Kamer om voor een solidaire samenleving te strijden. Mijn naam is Ton van Kesteren. Ik ben Kamerlid geworden omdat je als volksvertegenwoordiger alles wat gewone mensen bezighoudt, meeweegt. Want wetsvoorstellen en wetswijzigingen die hebben aanzienlijke consequenties voor die mensen in het land. De Intercity naar Den Haag Centraal vertrekt over enkele minuten. Ik ben Mirjam Bikker. Ik ben Eerste Kamerlid geworden omdat ik het heel belangrijk vind dat wetten getoetst worden aan de grondwet, aan de vrijheden die we hebben als burgers, maar ook dat gekeken wordt of wetten uitvoerbaar zijn. Ik ben een van de 75 leden van de Eerste Kamer. Eerste Kamerleden worden indirect gekozen. Dat gaat in twee stappen. Nederlanders gaan naar de stembus om de leden van Provinciale Staten te kiezen. En die 12 Provinciale Staten kiezen dan op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder die niet is uitgesloten van het kiesrecht, kan lid worden van de Eerste Kamer. Ik open de vergadering. Voorzitter, 4 jaar geleden stond tijdens de politieke... We vergaderen 1 dag in de week. Het is soms best lastig om mijn werk bij het Leger des Heils te combineren met mijn zetel in de Eerste Kamer. De effecten van de wet op de jeugdbescherming zie ik dagelijks in mijn werk. Zowel de positieve als de nadelige effecten. De informatie kan ik gebruiken in het debat met de minister. En neem ik natuurlijk ook mee in de beoordeling van een wetsvoorstel. Voorzitter, ik wil graag mijn collega aan het andere. De dinsdag zelf is een drukke dag met een strakke planning. Eerst is er de fractievergadering, waarin je met je fractiegenoten overlegt over de verschillende wetsvoorstellen. Vervolgens is er de plenaire vergadering waarover de wetsvoorstellen beslist wordt. Willen de leden die voor de motie zijn gaan staan? En dan zijn er ook nog de commissievergaderingen. Daar komen de woordvoerders van de partijen bij elkaar om de behandeling van de wetsvoorstellen te bespreken. De Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen. En deze wetsvoorstellen die kunnen door de Eerste Kamerleden niet meer worden veranderd. Ze moeten de wet aannemen of verwerpen. Meneer Van Kesteren. Tegen. Paul Martens. Tegen. Meneer Bruin. Voor. De controle van de regering gebeurt voornamelijk door de debatten bij de algemene politieke beschouwingen en de algemene financiële beschouwingen. Ik vraag aan de minister-president. De Eerste Kamer behandelt ongeveer 300 wetsvoorstellen per jaar en beoordeelt deze aan de hand van bepaalde criteria. Door mijn jarenlange ervaring bij de reclassering weet ik hoe de begeleiding van ex-gedetineerden en gedetineerden er in de praktijk uitziet. En weet ik dus ook hoe wetgeving in de praktijk tot uiting komt. Bij het wetsvoorstel verlaging collegegeld was de vraag hoe Nederland het internationaal verdrag in zaken economische, sociale en culturele rechten nakomt. Daarbij verplichten de landen zich tot het nastreven van kosteloos hoger onderwijs. En minder collegegeld is nog steeds niet kosteloos. Neem nou het wetvoorstel op het verbod op de doorverkoop van tickets. Hoewel een hele sympathieke wet, werd in het debat duidelijk dat deze wet niet of zeer gebrekkig handhaafbaar zou zijn. En daardoor is hij verworpen. Zo hebben we bijvoorbeeld bij de nieuwe elektriciteits- en gaswet bekeken hoe die zich verhoudt tot het klimaatakkoord. En hoe de relatie is met de nieuwe omgevingswet. Het werk van de Eerste Kamer is openbaar en u kunt op vergaderdagen plaatsnemen op de publieke tribune. Het is niet nodig om helemaal vanuit Groningen naar Den Haag te komen. U kunt de activiteiten in de Eerste Kamer ook volgen via de website. Om het gebouw van de Eerste Kamer te zien en politici te spreken, kunt u op Monumentendag naar de Eerste Kamer komen. Tijdens de renovatie, als het Binnenhof een aantal jaren gesloten is, blijft de Eerste Kamer gewoon open. Natuurlijk in Den Haag, alleen op een andere plek.